De Studio of Life podcast. Deze show is echt fucking nice. Studio of Life is iets om tijd voor te nemen. Deze show is bergschik. Goedemiddag, Aurélie Boffet met middag. Een accent op de eerste E en een accent op de laatste E. Ik wil even nuanceren, want dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Hoe gaat het eigenlijk met je oprecht vandaag? Dat is al direct een stevige vraag. Ja, sorry, ik ben echt afgeleid. Ik heb echt een Gen Z-brain. Dus als er iemand voorbij loopt, dan ga ik kijken. Hoe gaat het met mij vandaag? Goed. Ik weet niet of ik timeframes mag gebruiken hierin. Omdat als ik vandaag zeg dat ik... Want bij mijn podcast had ik gezegd, ik ben binnen twee dagen 29. En dan... Heb je het eruit geknipt of zo? Dan? Ja. Dus in de podcast zit je 28. Sorry. Dat is niet erg. Forever young. Goed, want ik heb de laatste aflevering van dit seizoen van mijn podcast gelanceerd. Dus nu ga ik met een gerust hart bijna de vakantie. Dus goed. De vakantie? Naar wat trek je? Ik ga naar Canada. Ja. Verre Canada. Spannend. Op mijn eentje. Ja. Dat is echt verschrikkelijk, want ik zie alle interviewtrucs die jij aan het gebruiken bent op mij. Yep. Ik heb het ook eens gehad met mijn psycholoog. Ah, ja. Dan zitten ze over mij en dan zitten ze van, ja, ik weet wat je aan het doen bent. Ja. Goed knikken en wachten dat ik heel mijn sakos leeg smijt op tafel. Ja. Als je het weet, moet je het ook gewoon doen. Hè. Allee, ja. Ja, nee. Goed. En met jou? Ook goed. En ook, doe je dat zo vaak dan zo, alleen op vakantie gaan of niet eigenlijk? Nooit eigenlijk, nee. Dus bewust... Het is bewust. Ik dacht, het is echt op een goed tijd dat ik dacht, ik wil naar Canada vertrekken, alleen. En ik ga daar vrijwilligerswerk doen. En dan heb ik 2 dagen later mijn ticket geboekt. Ja. Keiveel hoesting. En hoe is jou? Ik word mij ook al bewust van mijn eigen technieken. Ja, dat is heel erg nu eigenlijk. Ja. Nee, dat is echt wel... Dat is wel een opdracht voor mij om dit te doen, want ik realiseer mij nu echt... Allee, ik weet dat sowieso, maar ik praat echt niet graag over mezelf. Dus als jij nu zo naar mij zit te kijken... Ja. Dat is indringend voor je, hè? Ja, dat is heel indringend en dat is zo van... Ik zie dat je ongemakkelijk bent, maar dat is niet nodig, hè? Nee, dat is ook gewoon echt omdat ik... Ja, niet... Ik babbel graag met mensen, maar niet over mij. Dus eigenlijk was dit niet zo'n goed idee. Nee. Maar... Zullen we zien, hè? Zullen we zien. Aurélie, jij hebt heel veel titels, vind ik. Ik heb je een beetje opgezocht. Valt niet te veel over je te vinden, maar dat is niet erg. We gaan veel over u praten. Hè. Social media manager, podcastmaker, journalist, singer, songwriter, fotograaf. Oei. En nog veel andere titels en namen waarschijnlijk. Mm-hmm. Dus je voelt me aankomen. Voor mensen die jou niet kennen, wie is eigenlijk Aurélie Boffet? Allemaal een beetje, hè. Dat zijn veel titels, inderdaad. Sommige zijn wat minder van toepassing nu. Zoals social media manager. Dat is niet meer actueel. Maar nee, een beetje van alles. En ik denk dat ook wel de mensen die mij kennen, dat ook zullen antwoorden. En sommigen zouden zeggen, iemand met serieuze aandachtstoornis, die zich niet kan focussen op één ding. Maar ik vind het heel leuk om intens te leven en verschillende dingen te doen. Soms wat moeilijker als je een fulltime job hebt om de passies erbij te houden, maar ik vind het belangrijk om geprikkeld te blijven. Dus, als wat je hebt opgenoemd, vind ik al een goed begin bij wie ik ben. Dan is dit eigenlijk voor u dubbel moeilijk, want één, het gaat over u, en twee, er zullen weinig prikkels zijn in dit gesprek van een uur, toch? Goh, ja, het is ook moeilijk omdat uw concept iets is wat ik niet doe met onbekenden. Vooral in mijn camera op mijn smoel, dus... Ja, en wat is het dan dat je zo ongemakkelijk maakt, eigenlijk? Maar uw privéleven op tafel smijten, zo als ik naar uw andere aflevering heb geluisterd, zo uw diepste gedachten blootleggen en zo, dat is eng, hè, Mathieu? Dat is eng. Zeker weten, maar dan vraag ik me ook af... Je zit in de veilige positie, waar ik meestal zit. Je mocht altijd uitnodigen voor een gesprek. Oké. Ook niet echt mijn concept van podcast, maar... Voor de volgende, hè? Voilà. Nee, maar wat je dan wel zegt van, ja, over je leven, je bent ook een soort van artiest, vind ik ook wel. Je spreekt over je passies. Dan heb ik het dan vooral over je singer-songwriter. Je hebt ook een alias. Dan moet ik al even gaan spieken. ja.
Die verandert om de paar jaar. Hier. Dus. Mooi. Okay. Ik heb mijn eigen schrift niet gelezen. Is dat Ellie Fly? Ah nee, Ellie Fay. Ellie Fay. Ja. En wel, mijn vraag met ook af. Ik heb ook al met artiesten samengewerkt. En de reden waarom ik dat zo leuk vind, is omdat die mensen heel oprecht zijn. En eigenlijk hun openheid in hun kunstvorm vertalen. In ieder geval zang en piano. Ja. Dus het is ook ergens een beetje dubbel, want ergens zegt hij van ja, hey, ik breng mezelf naar buiten, maar als er een camera op u staat en zegt van goh, ik breng precies enkel gescript naar buiten, want ik wil eerst wel eens 10 keer over nagaan voordat het naar buiten komt. En dat is een beetje een paradox, vind ik, in mijn ogen. Dat is waar, en dat is, nee, je hebt helemaal gelijk, en dat is ook waarom dat er, denk ik, dat er 2 liedjes van mij echt on the web staan en 50 in mijn album thuis, omdat ik zo perfectionist ben en zo hard inzit mij. Oei, maar wil ik dit wel prijsgeven en dat wel prijsgeven, dat ik dat allemaal niet release. En dat is iets wat heel veel artiesten hebben. Hè. Ik spreek daar vaak met mensen over, van hoe geraakt je over die drempel om je diepste gedachten gewoon out there te zetten en niet te caren wat mensen zeggen. Sommige mensen zetten zich daar gewoon op een dag over en denken van hup, send, it's out there en ik kan er niets meer aan doen. Maar ach, ik ben daar echt veel te hard een controlefreak over. Dus ik weet niet of ik ooit een volwaardige singer-songwriter ga kunnen zijn. Omdat er gewoon... ik kan dat niet loslaten. Nee. Dan vraag ik me af, what's holding you back? Want ik heb ook gezien... met name 1 lied aan... het lied over Woman. Ja. Voordat ik erop inga, kun je misschien eerst eens zeggen over wat gaat dat lied juist eigenlijk? Dat gaat over catcalling en street harassment. Dat is een liedje... waar ik eigenlijk helemaal niet lang aan heb geschreven. Dat is tegenover al mijn andere liedjes waar ik jaren aan bezig ben en dat ik, dat ik herwerk constant. Dat is eigenlijk dat ik echt op 5 minuten heb geschreven, in de studio ben gekropen met een muzikant met wie ik altijd samenwerk. En hij zegt van, ik heb dit in mijn hoofd, we maken daar iets rond. En 2 weken later was dat gereleased. Dus ik had ook niet de tijd om te bedenken van, oei, hoe gaat dit overkomen en zo. Omdat dat ook een lied was dat zot uit... frustratie is geschreven, omdat ik weer lastiggevallen werd op straat en zo. En ben ik gewoon achter mijn bureau gekomen en ik dacht van, ah, dit kan niet meer. Ik ben het beu, ik schrijf het allemaal neer. En dat is wel een uitlaat, inderdaad, voor gevoelens, voor je diepste gedachten. Maar dat is bij mij, zoals bij veel mensen, denk ik, de uitlaat voor mijn diepste negatieve gevoelens. Dus ik vind dat heel confronterend om alles wat niet goed gaat in je leven eigenlijk, om dat naar buiten te brengen. Ook omdat we leven in een maatschappij waar het altijd goed gaat met iedereen. En ik kan niet schrijven, ik kan geen liedje schrijven als ik gelukkig ben. Dus als je dan iets schrijft, op het moment dat het echt niet goed gaat, is dat wel echt een gigantische mentale drempel. Om dat daarna even los te laten op de wereld, dat mensen die je totaal niet kennen dat gaan horen. En ook mensen waarover dat gaat, dat is ook een drempel. Dat ik vaak iets te veel respect heb voor de mensen over wie het dan gaat, om ze te exposen in mijn muziek. Ja, maar ik denk dan altijd van, ja, je hebt toch creatieve vrijheid. Je weet nooit niet of een artiest als hij iets brengt, of wat dat toepasselijk is op zijn of haar leven. Dus je hebt altijd zo die tweeledigheid van, zou het gaan over iemand? Ja. Zou het niet? Dan kun je antwoorden. Je mag het interpreteren, het is kunst. Allee, uiteindelijk is het allemaal subjectief. Hè? Ja, dat is waar. Maar dat is momenteel nog niet... dat is waar. Maar momenteel voel ik dat, zou ik dat niet oprecht vinden. Omdat mensen die mij kennen weten heel goed dat over mij gaat. Maar ik heb dat inderdaad wel eens gehad dat ik een liedje schreef over het liefdesleven van iemand anders. En dan had ik echt zoiets oh, dit is echt goed. Maar als het over mijn eigen gaat, dan ben ik daar veel te kritisch op. En waarom kun je enkel... schrijven over de mindere momenten in je leven? Wat is er zo moeilijk om iets te schrijven als het beter gaat? Dat is een trigger, denk ik. Omdat dan word ik echt getriggerd om mij te isoleren en om thuis te blijven en om melancholische muziek op te zetten en echt zo ja, in die vibe te geraken. Terwijl als het goed gaat, dan doe ik terrasjes met mensen. Dan geniet ik van het moment en dan lees ik een boek of dan ga ik in het zonnetje zitten en dan geniet ik daarvan met andere mensen. En dan denk ik niet direct van, oeh, dit moet ik opschrijven. Ja. En ik vind ook... als het goed gaat, klinken liedjes heel snel melig. Vooral bij mij dan. Ik vind de liedjes van I Love You, I Miss You... ja, er is een quote van, ja, if you're happy, dan ga je gewoon mee op de beat en dan luister je naar een tekst. Maar als je dan sad bent, dan check je de lyrics. Ja.
Maar ja. Dat is wel heel slecht geparafraseerd. Maar bon, jij is een nummer woman waar je ook zingt en brengt. Als je ziet wat voor... Allee, afgaande wat ik ben tegengekomen, hoe het onthaald is geweest. Geeft dat dan geen boost, Aurelie, om te zeggen van kijk, we doen gewoon voort, want het wordt gewoon gevalideerd? Goh, ik ben er eigenlijk totaal niet bij blijven stilstaan, want dat is zo... Dat is ook het ding, ik schrijf altijd muziek in de drukste periodes van mijn leven, wanneer ik geen tijd heb om daar eigenlijk echt mee bezig te zijn. En ik heb dat toen gereleased, ik weet dat nog, dat was op Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw. Ik had een radio-examen die dag, dus ik zat in de studio met heel mijn team. En dat was die dag gereleased. En dan was er zo, daar werd een artikel over geschreven bij HLN, dus die fotograaf moest langskomen. En ik voelde mij al zo keigegeneerd van shit, ik moet er tussen de soep en de pataten, terwijl ik eigenlijk mijn examen aan het doen ben. Dus ik heb daar, en dat is dan ja, snel gepasseerd. En ik heb daar nooit echt bij stilgestaan, hoe goed dat is onthaald. En ik denk dan van, dat heeft wel een beetje aandacht gekregen, maar heel lokaal. En dat was op dat moment wel tof, maar dat is voor mij geen... Dat is voor mij niet genoeg succes om er echt een switch in te maken of zo. En pas op, daar doe ik het absoluut niet voor. Hè. Daarom dat er ook maar twee liedjes bestaan. Maar mag je, mag je dan zeggen dat je echt ongelooflijk hoge standaarden hebt voor jezelf? Ja, tuurlijk. Ja. Ik weet niet of dat iets is van onze generatie, maar ja, ik merk wel dat heel veel mensen dat hebben. En I share in it. Ja. Dan heb ik nog iets over vragen. Dus dat liedje van Woman, dat gaat inderdaad over dat je op straat wordt nageroepen of eventueel wordt betast zelfs. Dat nummer is van 3 jaar geleden. Is het nog altijd zo erg? Ik zou willen zeggen van niet, hè. Ik denk dat het nog altijd even erg is, of toch minstens even erg, maar ik ben mij anders beginnen gedragen. En dat is heel jammer, maar ik heb er nu minder last van, omdat ik nu gewoon in constante schrik eigenlijk over straat loop. En let op wat ik aandoe en let op wat ik, hoe ik me gedraag. En zie dat ik, als ik een beetje in een creepy buurt kom of zo, altijd iemand aan de lijn heb. Als er iets... Ja, dan bel ik naar iemand van, hey, kunt jij 30 seconden aan de lijn hangen? Ik moet even ergens voorbij wandelen. Thanks, bye. En ik ga nu overal naartoe met de fiets. Dat scheelt wel veel. En zelfs dan, als ik om 4 uur 's nachts thuis moet komen van een feestje, dan probeer ik zo... Dat is echt dwaas, hè? Maar dan probeer ik zo mijn haar te camoufleren om te doen alsof ik een man ben of zo. Ik ga nooit met blote benen... mag dat niet zeggen om tape, hè. Ze gaat mij met blote benen vinden, want het gaat 35 graden zijn. Maar ik ga echt niet vaak met blote benen uitgaan en zo. En... Oef, dat is erg, man, hè? Dat is erg, ja. En als man is dat soms moeilijk... Ja. Om je daarin in te leven, omdat je, dat gebeurt wel, maar heel zelden dat er een vrouw heel een paar keer gaat. En dan dacht ik van ja. Moest dat... Ja, maar... Ja, niet heel zelden, niet heel zelden. Het is gewoon, jij ziet dat waarschijnlijk niet, omdat jij dat niet doet. Ja. En als er een andere man bij is, dan is er meestal een beetje sociale controle en gebeurt dat sowieso minder. Mijn mannelijke vrienden hebben ook zoiets van, ach, jullie overdrijven echt, dat gebeurt echt niet zo vaak. Dan denk ik van, nee, als jij met mij over straat wandelt, dan gaat dat niet gebeuren, nee. Maar jammer genoeg, als je niet kijkt, en ook als je wel kijkt, maar heel veel mannen zeggen er niks op. Dat is nu wel aan het verbeteren, heb ik het gevoel. Zo die mannelijke solidarity. Dat is nu wel wat meer dat mannen voor vrouwen opkomen als ze lastig gevallen worden, maar je ziet nog steeds een fractie van wat er gebeurt. En dan nog, hè, ik heb altijd ook een beetje schrik gehad omdat dat lied, ik schrijf wel over catcalling en nageroep worden op straat en betast worden en zo, maar ik bedoel, ik heb niks meegemaakt, hè. Ik ken mensen die veel erger dingen hebben meegemaakt, dus ik wil absoluut niet zo doen, want het is zo erg voor mij om over straat te lopen. Het is gewoon echt een realiteit dat over straat lopen vaak gevaarlijk is. En dat is waarschijnlijk blaas ik dat mijn hoofd ook veel te hard op. Allee, in proportie met wat er effectief gebeurt. Maar op den duur kun je tegen niks meer tegen. Dat is echt... Tja, nee, ik snap dat uiteindelijk... Allee. Je kunt moeilijk ook, zelfs als je dat tegen een vrouw zegt, niemand maakt hetzelfde mee als u. Dus altijd moeilijk om iets anders te brengen. En je hebt dan ook gewoon recht om te zeggen van oké, dat geeft me dat gevoel. Ja, tuurlijk. Dus je moet ook niet minimaliseren of zo, maar ik vind dat wel...
Het bijzondere dat het altijd wel zo erg is en dat jij ook zelf je gedrag eraan aanpast, dan is het echt wel ver gekomen eigenlijk. Dat je eigenlijk ervoor gaat zorgen dat je minder opvalt of zo. Of, Ja, maar ja, allee, het is dat of er gebeurt niks. Hè. Allee, wat kan er aan gedaan worden? Ja, nu krijgen mannen misschien iets... Allee, nee, anders geworden. Nu krijgen mensen misschien iets sneller boetes als ze betrapt worden op lastigvallen en echt ongepast gedrag op straat te vertonen. Maar ik bedoel, er gebeurt niks snel genoeg om ons veilig te maken. Dus dan moeten wij wel als prooi het zelf in handen nemen eigenlijk. Allee, als ik daarover spreek met vriendinnen, we hebben echt fucked up technieken om ons veilig thuis te houden. Hè. Dat is klassieker, wat is er een fucked up techniek? Klassieker, zo sleutel in de hand en ja, soms zien dat je... Deze is nu wel echt gênant, maar ik had het er onlangs over met mijn vriendinnen. Dat we alleen naar huis moesten wandelen en dat we dachten, nee, we gaan niet naar het toilet voordat we naar huis moeten gaan. We gaan thuis pipi doen, want als er iemand wilt verkrachten, dan is een van de tips die je dan krijgt, dan moet je gewoon plassen, want dan is hij gedegoteerd en dan laat hij weer rust. Maar dus, beeld u in dat in ons hoofd zit, hè? Dat is toch echt, dat is toch fucked up? Toen ik dat uitsprak, dacht ik ook van, oh my god, waar zijn we mee bezig eigenlijk? Waar zijn we mee bezig? Kunt je dat inbeelden? Nee. Ja. Absoluut niet eigenlijk. En of dat dan nu zot overdreven is tegenover de cijfers, hè, of wat er effectief op straat gebeurt, die schrik is er wel. En dat is evengoed een probleem. Of zo. Allee, heb je dat als man nooit... Ik heb heel veel mannelijke vrienden ook die mij zeggen, ik zie dat vrouwen schrik hebben van mij. 'S nachts, als ik over straat loop en er loopt een vrouw in mijn buurt, dan zie ik dat die begint weg te lopen of dat die kei angstig naar mij kijkt. En dan voel ik mij ook zo rot, want ik denk, ik ben veilig. Maar... Ja, ik vind dat gaat zelfs zo ver, zelfs omdat ik ergens wandel of loop en dat je vrouwen gewoon echt zo naar beneden zien. En ik vind maar één, ik ben diezelfde persoon als die andere dat je bent tegenkomen en het is klaar, ligt een dag. Hier. Ah, zelfs overdag? Ja, ik vond dat ongelooflijk. Ja. Dat je denkt van ja... Ja, en ik heb ook een vriend die ooit zijn telefoon niet mee had en die vroeg... Een meisje aan de bus altijd van, sorry, kunt je mij even zeggen hoe laat het is? Die is gewoon weggelopen. Dat hij ook dacht van, wow, het zit wel echt diep. Bon, oké, hij was groot en hij had een donkerdere huidskleur en zo, maar ja. Daar stak hij het dan op van, ja, waarschijnlijk zie ik er creepy uit. Bijzonder. Ja, zo'n ervaring zorgt ook natuurlijk wel dat mannen ook misschien minder snel contact mag zoeken met vrouwen. Dat ze hebben van, ja, oei. Ja, maar then again, there is a time and a place. Ik kan niks meer verdragen als mensen catcallen op straat. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon heel goed het verschil kunnen maken tussen iemand die oprecht aan het flirten is, of oprecht interesse toont, versus iemand die gewoon degoutant doet en eigenlijk met je kop aan het lachen is. Sorry, als je achter een meisje loopt om 4 uur 's nachts met je zatte botten om haar nummer te vragen, dat is creepy. In welke wereld is dat niet creepy als een vrouw al alleen over straat loopt en die is al... en dat is niet enkel vrouwen. Ik bedoel, hoeveel mensen uit de LGBTQ-gemeenschap worden ook aangevallen of in elkaar geslagen 's nachts. Dat is... Ja, mannen zijn eng. Sorry. Love men, maar... Enge beestjes. Heeft dat effect op je... manier waarop je ook met andere mannen in andere contexten omgaat? Goh. Niet echt. Niet echt, omdat... ik heb geen schrik van mannen toekoer of zo. Als ik morgen iemand tegenkom of als ik u tegenkom of zo. Mijn eerste reactie gaat niet wantrouwen zijn, maar... Het is wel zo dat je je gedrag en je leven een beetje aanpast, omdat je weet dat er altijd wel mensen kunnen zijn met slechte bedoelingen. Ik had daar ooit eens in... dat komt af en toe wel terug, zo'n thread met... Wat als mannen niet zouden bestaan, wat zou je dan doen, wat je nu niet doet? En dan zie je mensen die zeggen... 's avonds een wandeling gaan maken of mijn hond gaan uitlaten, gaan wildkamperen. Zo van die dingen als fucking wildkamperen. Mensen durven dat niet, omdat die denken dat er verkrachters in de bosjes zitten of zo. Hè. Denk... Dat is zo jammer. Of zo in een veld gaan liggen om naar de sterren te kijken. Of zo allemaal dingen 's nachts. Of kortere rokjes dragen en mij niks aantrekken van
wat ik moet aantrekken of wanneer ik hakken aandoe. Dat is ook een ding, hè. Veel vrouwen dragen geen hakken als ze uitgaan. Voor moesten ze, zouden moeten weglopen, hè. Dat is niet handig om weg te lopen, hè. Als je aangevallen wordt. Ja. Gek. Fuck, daar heb ik daar al lang meer over nagedacht. Maar elke keer als ik erover babbel, had ik al terug. Ja, ik zie het. Ik heb daar altijd very heated discussions over, omdat ik ook veel vrienden, ik babbel daar een beetje te vaak over. En daarin komt echt de activist in mij naar boven, want ik snap niet dat mensen dat nog niet snappen. Dat er mensen nog steeds hun problemen hebben met te vatten hoe groot dat is en hoe storend dat is. Ja, maar nee, dat is een complimentje. Ja, maar nee, je moet dat aanvaarden. Ja, die is gewoon aan nafluiten omdat je knap bent. Nee, sorry. Als je dat één keer voor hebt, sabba. Als je dat twee keer voor hebt, oké. Okay. Maar als je dat 15 keer per dag voor hebt, nee, 15 is een beetje veel. Als je dat 5 keer per dag voor hebt, sorry, maar dat wordt heel snel irritant. Omdat de meeste mensen zijn er die uit pure interesse. En plus, ik zeg het, je kunt echt wel het verschil maken tussen iemand die oprecht geïnteresseerd is, waar je nog op kunt ingaan of niet, versus een viezerik. Ja, ik snap enigszins wel het gebrek aan inlevingsvermogen, omdat je... Het gebeurt ook niet vaak waar jullie bij zijn, dus... Nee, en dat is ook zo... Niet dat ik dat wil minimaliseren, maar je hebt ook in andere dingen, hè. Als je zo... Iemand anders een andere levensstijl heeft... Mm-hmm. Dat is ook vaak soms zo moeilijk van, ja, wat is het eigenlijk om die persoon te zijn? Omdat je dan... Je leeft ook niet het leven dat die leeft, snap je? Dus je maakt een soort van bias, zeg maar, op basis van wat die persoon zegt. Dus jij dan tegen mij... Maar ja, het feit is dat je dat ook wel, als je dat veel hoort natuurlijk, dan snap ik dat wel dat je... Dat vroeg gewoon kut is om zo'n gesprek te houden, denk ik. Dat je zo... Zelfs niet meer, dat je eigenlijk je verhaal vertelt en dat je eigenlijk de persoon over je moet overtuigen van je eigen verhaal. Terwijl dat gewoon niet is wat je deelt gewoon een eigen ervaring maar eigenlijk. Maar het is echt dat. Het is zo precies dat ik moet mij verantwoorden waarom ik boos ben. En ik heb al die opmerking gekregen van, ja, maar zo gaat je mensen niet overhalen door boos te doen. Maar sorry, ik kan het niet meer opbrengen om daar op een rustige manier over te babbelen. Als dat iets is dat u raakt in uw dagelijks leven, dat zoveel frustratie oproept, dan... Sorry, ik heb echt zoiets van, als je het nu nog niet snapt, dan ga ik u niet kunnen overtuigen. En, I'm done. Als je het nu nog niet snapt, met alles bedoelt, er zijn zoveel getuigenissen, er zijn zoveel verhalen, er zijn zoveel documentaires over gemaakt. Als je nu nog niet snapt dat er een probleem is, dat... Veel mannen gewoon niet opgevoed zijn, want dat is het, hè. Het is gewoon fucking opvoeding, hè. En een beetje is dat het probleem, denk je? Of? Ja. Of denk hoe echt komt opvoeding dat en zo dat beeld dat vrouwen minderwaardig zijn en dat oké is voor u om die een beetje te gaan terroriseren, zo. Je denkt toch niet oprecht dat een vrouw daarvan gaat genieten als je om 4 uur 's nachts die alleen over straat loopt en je ziet die al, want dat gebeurt vaak, en je ziet die al zo wat angstig over straat lopen om die dan... Mijn bende vrienden, in welke wereld werkt dat zoiets? In welke wereld is dat flirten? Nee. Ja, dat is waar, want we waren onlangs van Lotte van Wezenmaal, die allemaal zo van die dickpics kreeg. Ja. En ook zoiets van, in welke wereld werkt dat ook? Ja. Echt speciaal, nee, echt. Speciaal soort mensen. Ja, Lotte, dat is. Er zo mee te doen, want die zei ook altijd mijn functie als seksologe. En ik ken nog zo'n paar mensen die seksoloog zijn, die dat niet durven zeggen, omdat dat dan zo direct geassocieerd wordt met ah, nice, goed in bed. En dat die dat zo precies impliciet de toestemming geeft om seksuele uitingen te... Ja, om seksuele foto's te sturen of om die niet te respecteren. Om die niet te respecteren, eigenlijk. Tough job. Maar nodig. Hey, wordt te weinig over seks gepraat. Dus, nee. Vind je dat er te weinig wordt gepraat over seks? Over seksualiteit, over wat dat er allemaal bestaat, over dat je toestemming moet geven, dat de basis is van alles, dat door heel veel mensen nog niet geregistreerd is, dat seks iets is waar dat... allebei de partijen zin in moeten hebben en dat er veel meer is dan voortplanting. Zat dat nu in een van mijn podcastafleveringen? Nee, ik denk het niet meer. Dus ik ga dat er niet bij halen. Nee, het feit dat er op school ook
Ik weet niet hoe dat nu zit, want ik zit al even niet meer op de middelbare school, maar die lessen biologie en de lessen seksuele opvoeding, dat ging enkel over de voortplanting, over echt ja, het puur plastisch biologische dat eraan te pas komt. En niet, dat ging niet over genot, over seksualiteit, over toestemming, over al die wereld die daarbij hoort. En ik denk dat dat ook een groot probleem is, dat mensen gewoon geen grenzen kennen, die dat nooit hebben aangeleerd. Ik kan me niet inbeelden dat iemand die goed educated is op dat vlak en die ook veel vrouwen heeft in zijn omgeving die catcalling en zo en die harassment ervaren, dat die dat nog zouden doen. Dat kan ik me eigenlijk niet goed inbeelden. Moest mijn broer dat ooit doen? Oh. Dus het heeft wel iets met opvoeding te maken dan, een cultuur misschien? Ja, ja. Ja, dan again, er zijn viezere kinderen vooral zeker. Zo is dat. Maar opvoeding, ja. Hoe zou jij het aanpakken? De opvoeding. Ja, het probleem van de catcalling. Ja. Oh, dat is moeilijk. Dat is moeilijk, want ik heb daar ook de beste oplossing niet voor. Als die er was, denk ik dat er al heel veel mensen die zouden hebben aangehaald. Koekoek, hier is een handleiding, volg die. Maar dat is er nog steeds niet. Dus ja, ik zie ook niet uit welke hoeken dat altijd komt. Dus het is niet dat ik een groep kan targeten van deze profiel doet aan catcalling of zo. Ik merk dat ook dan niet in mijn directe jongensvrienden. Maar wel via dat ik zo van die verhalen hoor van gasten die echt zo degoutante uitspraken maken. En dat dan wordt zo vergoeilijkt met, maar die is zo, die meent dat niet, die is gewoon... Dat is gewoon de Erik of zo, allee. Codename. Die zit zo in elkaar, die meent dat niet. En dan denk ik, nee, wrong reaction. Je moet daar tegenin gaan en on the spot zeggen, deze is niet oké. Wat zegt jij nu? We zijn in 2022, deze passeert niet meer. En dat gebeurt toch te weinig onder jongens, vind ik. Ja, misschien in het geval van Erik dan ook zo iets is geweest waar hij misschien nooit niet op... aangesproken is geweest. Dat zal een zeker dat zijn, misschien. Ja, dat is zoiets van, dit was voor mij het normaal, maar het blijkt dat dat voor u niet normaal is of zo. Ja. Ik denk dat ook in dat opzicht met opvoeding te maken heeft, als je sterke vrouwenfiguren, als sterke moederfiguren hebt, denk ik dat al minder gebeurt. Maar ik wil daar geen uitspraken over doen, want ik ben echt niet gespecialiseerd in dat domein of zo. Maar ik zie dat wel, dat mensen met sterke moederfiguren hebben. Mensen die sterke moederfiguren hebben en die thuis al zien van een vrouw wordt gerespecteerd en een vrouw heeft ook een wil en een zegje. Dat daar misschien al iets meer in hun systeem zit van, ik mag niet zomaar doen wat ik wil met een vrouw. Of ja, dat gewoon wordt aangeleerd als kind. Patriarchy. Sorry, ik ga de feministische toer op. Doe maar een volgende vraag. Leef je uit. En wel, als je dan toch over vrouwen hebt, naar welke vrouwen kijk jij eigenlijk op? Ik vind dat moeilijk. Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Want vroeger zou ik altijd hebben gezegd van sterke vrouwen en vrouwen met pit die mannetje staan, die zich niet laten doen, no nonsense. En dat is nog steeds het geval, maar ik merk dat zowel het imago is, ik ben zo heel veel bezig met hoe dat mijn eigen gedachten in elkaar zitten en zo en alles zo in vraag te stellen. En ik merk dat zo het imago is van de vrouw, van de ideale vrouw, die zo heel lang geportretteerd is van de vrouw, moet sterk zijn om in deze maatschappij te overleven en huilen is zwak. En vrouwen die vrouwen die hun regels hebben zijn zwak. Dat zit zo... Het lieve, het zorgzame en zo van de vrouw, wordt op een of andere manier als minderwaardig en als zwak gezien in deze maatschappij, heb ik het gevoel. En daarom begin ik de laatste tijd ook wel veel meer op te kijken naar echt vrouwen die oprecht lief zijn. En
En die oprecht zijn met mensen, die echt met mensen inzitten. En ik kijk vooral op naar vrouwen die ik ken, waarvan ik ook wel de behind the scenes van ken, snapte? Want het is makkelijk om op te kijken naar celebrities en zo, maar je weet totaal niet hoe dat die in elkaar zitten. Dat kan soms lelijk tegenvallen. Ik heb ooit niet in die dol, maar iemand ontmoet dat ik dacht van, man, dat is een grave gast. En kwam die tegen, dacht ik van, holy shit, ik heb die liever niet ontmoet eigenlijk. Never meet your heroes. Ja, pas op, ik heb er één dat ik gewoon wil ontmoeten. Zo. Dat is één en echt buiten kijf. Justin Bieber. Ja? Ja, in een keihard. Waarom? Ik vind dat een heerlijke vent. Zalige keuze. Ja, die is gewoon, die is oprecht. Zijn album van Changes was echt een album dat echt gewoon 100% resoneerde met mij. Dat was, en dat was echt het enigste album ooit waar ik het vanaf het eerste lied tot het laatste lied een fantastisch album vond. Dat is nog nooit niet voorgevallen bij een artiest dat ik echt zo elk lied kon appreciëren. Mm-hmm. Ook echt heel bijzonder is, vind ik. En gewoon in het leven staat, snap je, die heeft zo een bepaalde overtuiging en gelooft dan in God. En, maar echt zo, ja, een oprechtheid en gewoon als een oprechte gast die deelt ook wat hij meemaakt. En het jij geloven? Ik denk dat dat wel, geloof kun je beter interpreteren natuurlijk, maar ik zou wel, ik heb een bepaald geloof wel, maar ik zou niet zeggen dat dat een geloof is in God. In wat dan? Of is dat een te narrow vraag? Ik vind dat een moeilijke vraag, want in wat geloof ik? In veel dingen eigenlijk. Ook, maar niet zozeer in iets van ja, een almachtig wezen of zo, maar ik geloof wel in bepaalde krachten of energieën. En ik geloof in mensen en ik geloof in mezelf, maar niet zoiets van ja, ik heb een bepaald oppermachtig wezen die een paar regels heeft neergepind op een blad papier en dan ik zeg van oh, we gaan daar volledig naar leven. Dat is een beetje vreemd. Maar bon, Justin Bieber was echt, ja, ik vind dat een fantastische vind. Ik denk dat we echt goed, ook echt makker zouden kunnen zijn. Met dat album, wat die heeft beschreven, dat was gewoon, ik zat in exact dezelfde periode toen in mijn leven. Dat was ongelooflijk. Ja. Ja, dat album vind ik nog nooit niet vergeten. Dat is echt, Zie je, dat is het mooie van muziek, hè? Dat mensen daar zo uit kunnen halen. Vandaar. Echt waar, want ik ga daar nu even op voortgaan ook. Want een ander nummer in je repertoire. Het andere? Ja, repertoire klinkt ook als een... Ja, klinkt heel lang mooi. Leven, al. Ja. Is en dan vond ik een echt jongen, ben ik echt van mijn stoel van gevallen. Dat was ongelooflijk. Uw stem is absolute waanzin. Dat was, ik kan proberen met mijn Frans, even, want ik moet een beetje logopedie gaan volgen eigenlijk. Quand on a que l'amour. Halleluja. Ik dacht echt van, Jesus. Ik ben gewoon echt helemaal van weggebladerd. Dat is gewoon puur emotie in dat nummer. Dat is, ja, love it. Gewoon fantastisch. En dan vraag ik me ook af van, ja, over wat gaat het nummer, maar gaat het dan ook over een bepaalde periode in je leven, of niet? Maar dat is van Jacques Brel, hè? Dat is niet van mij. Dat weet ik. Ah, oké. Okay. Ja, maar ik heb toch dat erop. Daar is niet. Nee, ik vind het raar dat je dat aanhaalt, omdat dat is. Ik wist niet dat dat nog bestond, ik dacht dat dat verwijderd. Nee, dat was. Ik had dat eigenlijk gewoon opgenomen omdat. Omdat mijn opa en oma altijd zeurden dat ik enkel in het Engels zong en dat ze er niks van verstonden. Dus dan dacht ik, allez, ik zal eens een koffertje opnemen voor papi en mami die geen Engels spreken. En dat is dan in het Frans gebeurd. En ik ben gewoon een grote fan van Jacques Brel, maar verder dan dat gaat het niet echt. Ja. Hoe dat die op het podium stond, is ongelooflijk, vind ik. Ja. Ik vond natural echt, talent. Dat vind ik zo mooi ook aan mensen. En daarom dat ik zo heel jaloers ben op mensen die zo... Ik heb ook een vriend die zo voor Energy werkt, dus die radiozender, en die ik heb ook geïnterviewd en wat een job. Die komt altijd met mensen in contact die een passie hebben. Een passie over bloemen of over, ik weet niet wat, een gsm of een stem hebben. En ik denk van, hoe cool is dat om altijd mensen met een bepaald enthousiasme en een passie over iets te ontmoeten. Dat is zo, als je daarmee kunt laten omringen, dat is ongelooflijk. Omdat ik ook echt vind dat je zo mensen die zo, als je dat kunt zien, want het beeld is ook emotie, je kunt overbrengen op iemand. Absoluut, dat is waanzin. Dat is zo. Die gaat gewoon helemaal in zijn eigen op en die trekt zijn eigen gewoon, die zegt allemaal, ik sta aan mijn kloten. Ik breng hier gewoon, ik doe mijn ding. Als je dat goed vindt, goed. En die vindt ook goed. Dat fantastisch, die je m'en voelt. Dat is een kunst. Ja, dat is waar. En dat maakt de artiest ook, hè? Dat is zo moeilijk. Ja. Vandaar dat ik. Wat even schrik. Ik dacht echt dat ik dacht even van, wacht Mathieu, je weet toch dat dat een cover is, hè? Oh, goed dat je het zegt. Ik dacht even van, nee, die weet toch dat dat van Jacques Brel is. Ja, maar het komt toepasselijk zijn. Hè? Sorry. Ja, geen probleem. Ik dacht even, wow, dit is een misverstand. Nee, dat is echt een kunst. En
aan den lijve ondervind ik dat dat misschien niks voor mij is. Of ik ga toch over heel veel drempels moeten geraken. Zou jij dat kunnen? Zo echt, don't care what the world says. Ik denk dat wel. Dat is zo moeilijk. Want ik heb met mijn allereerste... voor ik die podcast ben begonnen, heb ik een filmpje gemaakt van mezelf. Waarin ik mezelf... Dat heb je niet gezien dus. Jawel. Maar dat je dit uitlegt. Ja. Ja. Is dat zo? Heb je dat echt gezien? Ja, ik heb het zien passeren. Ik heb niet, helemaal uitgekeken, maar ik heb het zien passeren. Dus nou ja, het duurt niet al zo lang. Een paar minuutjes denk ik. Maar dat was echt... Om dat online te zetten... Dat is even... Dat was niet zo gemakkelijk. Alle knoppen ja, omdraaien. Ook dat beeld toen ik spreeg als een verwilderde, harde mens uit die zo precies ja, nooit is buiten gekomen. En dan denk ik van, oh, als ik dat laten opstaan, denk ik van, dat gewoon niet hernemen. Maar dan denk ik van, dan is die echtheid ook... Als hij nu gewoon terug opnieuw doen. Ja. Dus ja, dat is heel dubbel. Maar bon, dat is ook ergens ver weg. Het is jammer dat je het ook gevonden hebt, maar dat is ergens ook ver weg. Dat staat op mijn website nog, denk ik. Ja, ja, voilà. Zo verweg staat het niet. Ja. Nee. Bon, genoeg over dat filmpje. Niet gaan bekijken, zeker niet. Hè? Weet je wat ik wel jammer vond? Dat dat niet op Spotify stond, dat nummer. Want je mocht toch perfect een remix op Spotify zetten? Ja, maar dat was echt niet de bedoeling. Dat was echt niet de bedoeling dat dat... Goh, dat was echt... Ik ben dan weer bij mijn vriend muzikant binnengewandeld en gezegd van... Ik wil dat opnemen. Ik heb de micro aangezet. Dat was in één take. Ik was daar weg. Maar dat was echt niet de bedoeling om daar iets mee te doen of zo. Dat is omdat ik ook een beetje gefrustreerd raakte dat ik zoveel schreef, maar dat ik mijn eigen nummers niet naar buiten durfde brengen. En mijn vrienden waren constant aan het zeggen van, zet iets online! Dus ik dacht, oké, fuck you, ik zet dit online. En dan laten jullie me gerust. Maar nee, dat was echt niet de bedoeling dat daar iets mee gebeurde. Plus, ja, dat was toen nog niet zo... Ik had er niet aan gedacht om dat op Spotify te zetten, maar dat was niet de bedoeling. Gewoon doen. En nu ken ik het paswoord niet meer. Ik heb toch teruggewonnen, dus. Ja, maar dat is omdat ik ken het paswoord niet meer, het mandaaccount. Waar ik het op gezet, ja, maar... dus ik kan het er ook niet meer afhalen. Misschien heeft u een bevriende artiest nog wel, de originele. Alleen de remix. Hoe dat? Nee. Ik bedoel van de account van YouTube. Ah, dus ja. Ik kan het er ook niet afhalen. Want je hebt twee YouTube heb ik gezien, dat ja, is heel vreemd. Ik heb rare dingen gedaan. Ja. Ik vond dat paswoord niet meer, dus ik heb een nieuw moeten maken. Heb je ook zo'n cool e-mailadres, zo Orly_X3 of zo? Nee, daar ben ik vrij jong, vrij professioneel gebleven. Oh, zo'n Orly Buffet. Ja. Miste kans. Als je nog een manager zoekt. Jij wel? En nee, eigenlijk ook niet. Voilà. Wij dachten al vooruit. Nee. Ja. Waarom zat jij manager? Ik ben momenteel met een artiest bezig. Ja. Met wie? Mogen we dat zeggen? Ja, dat is eigenlijk geweten. Hè. Dat is een artiest die zo meer in de EDM-scene zit. Mm-hmm. En die heerlijk vindt. En dat is een beetje het verhaal mee, allee, niet dat ik je wil in een bepaald hokje wil steken, maar wel hetzelfde verhaal als... hetzelfde verhaal. Bon, zwart. Ik kan dat vergelijk niet maken. Maar wel iemand die ook zo... Ja, een artiest is iemand die heel veel emotie ook heeft. En, en die heeft soms ook zo hetzelfde als u. En, maar dat is een fantastische gast. En dat is gewoon... Ja, de wereld waarin de muziek zich bevindt is, zoals veel werelden, een groot deel ook wel... Fake zal ik zeggen of zo. En dan ook wel vaak op andere belangen geld. Allee, heel cliché, maar ik kan het toch benoemen. Ja. En dan is dat soms zo. Ja, een beetje een kluwe. Je moet er ook wel in zoeken en zo. En, allee, ja. Het promoten is aan zich is niet moeilijk, omdat dat, ik vind dat fantastische mens. Gewoon puur. Ook wat hij brengt is gewoon goed. En dat zou ik ook niet achter staan. Ja, maar het is gewoon hij die zo. Allee, naar die wereld nogal. Ja, het is soms moeilijk, dan snap je? Allee, hij is perfect en ik kan hem echt perfect brengen. Ik moet daar ook niet veel moeite doen, omdat hij zo goed is, vind ik. Mm-hmm. Maar ja, het komt veel meer bij kijken. Hè. Het is ook van ja, en je moet, het is een zware druk. Je moet presteren, je moet willen draaien. Dat zijn andere uren, dat zijn zware uren. Dat is vooral dat is een andere levensstijl. Je job maken van je passie, dat, is, dat klinkt heel goed, maar dat zet zoveel druk op je kunst. Als ik zwaar. Om de twee weken een nieuw lied uit mijn vingers zou moeten persen, ik zou dat niet meer kunnen, denk ik. Ik zou zo blokkeren, omdat je dan denkt van, wow, dit is zoiets persoonlijks en je bent aan het forceren om te leven eigenlijk. Het is dat, of je hebt geen eten op tafel. Heb je de documentaire van Angèle gezien? Ja. Daarin beschrijft zij ook wel dat ze ook moeilijkheid in dien om te schrijven, maar dat dan wel ook een soort van routine wordt. Hè? Ja. En vergeet niet,
Dat is waar. Je moet eens één nummer, kan je dat doorsturen, van Kanye West opzoeken. Mm-hmm. En je moet eens zien, Aurelie, hoeveel fucking mensen dat daar hebben meegebracht en hoe weinig dat er dan de bijdrage soms van de artiest zelf nog is. Als je ziet hoeveel singer-songwriters onder aan één nummer werken. Dat is waar. En dan denk ik van ja, maat, allee, ja. Dan denk ik ook van ja, hier is een zak geld. Oké, okay, je moet wel kunnen zingen een beetje, en je moet waarschijnlijk contacten hebben, maar ja. Dan denk ik op de duur ook van ja, bon, machine, maar bon, maakt niet uit. So, nee, dat is heel frustrerend. Ja. Dat is, ik zou denken, ja, zo is het gemakkelijk om het te maken. Maar ik zou dat niet kunnen, denk ik. Zo teksten van iemand anders, helemaal. Je moet dat inleven, hè. Je moet dat leven, je moet dat voelen. Ik vind dat ook. Ik zou dat moeilijk vinden. Dat is een ondernemer, hè, dat ook. Ja, en ik zou me zo fake voelen. Allee, no offense to de mensen die dat doen, maar ik zou dat zo. Ik zou mij niet authentiek voelen. Maar aan de andere kant, ja, als je een lied om de zoveel tijd uit je vingers moet persen. Ja, of mensen die echt een lied kopen gewoon, hè, van een ghost producer, ghost DJ. Nee, en die krijgt dan geen credits. Ja, en dat is van mij. Hier is een zak geld. Dat is van mij. En ja, op je geld maken. Als je die zak geld hebt, waarom niet? Als het zo makkelijk is. Ja, tuurlijk, ja. Inderdaad. Ik denk echt niet dat het zo gemakkelijk is, maar inderdaad, het is wel. Bon, ja, mensen kunnen het. Dat is heel zeldzaam, hè. Mensen die alles kunnen. Zwaar. Maar gewoon om kader, hè. Je moet gewoon een paar dingen goed doen, hè. Niet alles, hè. Ja, zwaar. Nee, we gaan voor de allround, allround perfectionisme. Als artiest geef je na je ziel ook wel een beetje bloot, dat ik ook al zei. Echt een uiting van pure emotie. Maar ik vraag me dan soms ook af van ja, bij de VRT hier. Is dat niet het geval? Dan denk je wel dat je het zelf voor me invult. Ik wou dat ook eigenlijk veronderstellen, maar bon, dat is goed. Het is goed dat je er veel meer ratio komt bij kijken. En dan vraag ik me af van ja, hoe gaat er daar dan mee om? Met die tweedeling? Goh, niet momenteel. Want het feit dat ik hier werk, zorgt ervoor dat ik veel minder schrijf. Dus ik ben veel minder bezig met muziek. En al zeker niet met releasen, want ik schrijf wel dingen. Maar dat is moeilijk, maar dat is allebei een andere passie. Dus ik ga er op zich wel goed mee om, want het is niet dat ik iets opgeef. Wat ik hier doe, doe ik heel graag. En dat is een heel. Ik vind dat belangrijk werk is. Dit is ook een prachtige machine. Maar inderdaad, je kan niet al te veel van jouw ziel blootgeven. Al valt dat bij mij wel meer mee dan bij de gemiddelde journalist, denk ik. Ik heb vrij veel vrijheid in mijn project. En ik mag authentiek overkomen. Maar dat is inderdaad wel een. Ik struggle daar wel heel erg mee tussen de lijn. Allee, met de grens van. Ik wil wel authentiek zijn naar mijn gasten toe tijdens mijn podcast en zo, maar ik moet ook neutraal blijven en ik mag niet te veel. Allee, kleur bekennen is dat niet, hè, maar. Mijn eigen mening eigenlijk geven. Ik vind dat soms wel jammer, maar. Het is wel veiliger zo. Dus. Ça va. Ja, dat is van, dat kunnen ze wel schuilen achter. Maar de kans dat je iets verkeerd zegt, is kleiner dan als ik u uitnodig en dat jij je mening komt vertellen, dan ga jij waarschijnlijk meer risico lopen op iets verkeerd zeggen. Daarom dat ik mij ook veilig voel in die positie van interviewer. Veel veiliger dan dat ik nu zit met de micro aan een andere kant van de tafel. Maar... Ja, maar uiteindelijk ook. Ik geloof dat meer risico, maar je moet ook minimaliseren, want uiteindelijk, wie de fuck is met je bolhaard op het einde van een dag, snap je? Who cares wat ik zeg of wat jij zegt? Ik snap inderdaad wel, je hebt dat ook gezegd, dat dan het wordt gekoppeld aan het. Het is dat. Ik spreek aan de organisatie waar je dan voor werkt. Ja, voilà. Dat is dan het verschil tussen een artiest die spreekt voor zijn eigen werk en zijn eigen kunst. Ik spreek voor mijn werk, maar mijn werk is een bot die heel veel verantwoordelijkheid heeft. Dus in dat opzicht kan ik mij niet permitteren en niemand binnen, en vooral de nieuwsdienst, wat dat wel een vrij professionele, neutrale plek is, om zomaar. Van alles te gaan zeggen. Maar ook, je weet dat als je erin stapt, hè? Dus ik heb daar op zich nooit een probleem mee gehad. Ja. Maar. Wat vind je het voorbeeld van, want ik denk dat jij dat onderhoudt of iemand anders, maar er is toch een beeld gelekt van een gesprek tussen een docent, denk ik. En... Ik heb dat niet aangehaald, maar net. Een docent en. Nog iets, tussen een gesprek tussen twee docenten. Docent en assistent die na het examen zaten. Ja, dat. Na te praten. Wat vind ik daarvan? Ja. Dat mag ik niet zeggen, hè? Daar ga ik mij nu niet over uitspreken, Mathieu. Nee, ja, dat is.
Waarom? Wat vind jij ervan? Mooi teruggekaatst. Jij is ook trouwens de eerste of een van de weinigen die zo ook vragen terugstelt. Ja. You're inviting a journalist. Ja, en ik moest trouwens ook bij uw podcast, moest ik heel hard opletten dat ik niet... Ik heb gemerkt. Gezegd, ik dacht, oh, ik zo het, gaan we het niet doen, Mathieu. Nee, dat ik vragen gewoon te stellen, hè. Dat had niet graag, denk ik. Hè. Ja, ik dacht, maar ik ben, ik nee, heb nee, dat is oké, okay, dat is oké, okay, maar niet te veel. Ja, ja, ik heb ook echt bewust, ik dacht van, ja, Mathieu. Dacht dan ook, ik hou mijn hand klaar om fysiek te tonen van nucht gedaan. Zo waarschijnlijk. Nee, nee, maar hand gesture, dat helpt. Sorry, ik spreek te veel Engels. Dirigent. Ja, echt wel, met mijn biksje. Gelijk. Mooi. Het goed geprobeerd wel. ja, dat vind ik geen goede vraag. Zeg het toch maar. Nee, want ik heb die opgeschreven. Dan kan ik u maar... judgen op uw, nee, op uw maar... vraagstelling. Oh. Ik zal u zeggen of het een goede vraag is of niet. Nee. Okay. Je hebt een, ook een podcast, en u had een mooie link gelegd trouwens aan mezelf. Van Snap je menu? Snap je mij nu? Snap je me nu, ja. Ja. Van waar had je de nood om dat te doen eigenlijk? De nood om dat te doen was eigenlijk zeer privé. Omdat ik in mijn eigen omgeving merkte van wow, ik zit gigantisch veel in een bubbel met mijn vrienden, mensen die een beetje zoals mij denken. En zodra ik daar dan uitkwam, was ik eigenlijk mega gechoqueerd door andere mensen hun meningen. En dat die soms even onderbouwde argumenten hadden als ik, maar dat dat gewoon echt totaal tegenovergestelde was van mijn mening. En dan dacht ik van, ik zat aan mijn micro. Moet ik dat even opnieuw doen? Nee, is oké. Okay. dan hadden die een totaal andere mening dan ik en ik vond dat echt moeilijk om op dat moment daar goed mee om te gaan. Ik ging dan zo in de aanval van, nee, en ik heb gelijk en zeg dat niet, dat is een kei fout argument of zo. Maar dat was dan zo bij, ik ken het, bij vrienden van vrienden die je al even niet hebt gezien. En dan denk je van, wow, hoe denkt die? En dan zo echt zo wat uit de nood van, ik zit zo hard in een bubbel. Ik moet daaruit komen, want er zijn zoveel andere meningen dan die van mij. En ik heb me keihard geërgerd aan die confrontatie op dat moment zelf. Dat mensen dan zo hun eigen mening willen opdringen aan anderen. Dat was zo bij mij, dat was zo bij de tegenpartij. En dat is ook zo bij mijn ouders bijvoorbeeld. Dat iedereen zo gelijk wil hebben. En ik ergerde me daar kapot aan. Ik dacht, kunnen wij nu niet gewoon eens agree to disagree? En als je goede onderbouwde argumenten hebt tenminste, zo van oké, fijn, maar je gaat mij niet van gedacht doen veranderen. En ik u duidelijk ook niet, dus laten we het gewoon zo houden. En toen kwam hier de vraag voor een podcast. Totaal random bij mij eigenlijk, want ik heb nog nooit podcast gemaakt. Ik was niet eens bezig met radio of zo. En dan heb ik dat idee gepitcht en dat is aangeslagen. Dus nu mag ik dit doen, waar ik heel dankbaar voor ben. En ik merk wel dat mensen daar gigantisch veel nood aan hebben. Ik merk bij de gasten, die zeggen, ik heb al zo vaak gehoord van wow, dat doet deugd dat ik gewoon even mijn mening kan komen vertellen en dat dat niet wordt gejudged en dat daar niet direct iemand op inbeukt of op aanvalt. Ik weet natuurlijk niet of mensen nood hebben om daar naar te luisteren, dat is iets anders, maar ik merk wel dat dat deugd doet aan jongeren en dat die doelgroep sowieso gefrustreerd is omdat hij niet veel aan bod komt. Twintigers zie je niet vaak in serieuze onderwerpen verschijnen. Die worden altijd zo'n beetje aan de kant gelegd als naïef of te jong. Of, allez, snap je? Ik heb dat zelf ook vaak gehad. Van, ja, maar Maske, je bent nog veel te naïef. Je kent nog niets van de wereld. Ik denk, maar ik heb ook een mening. En die is ook iets waard. Dus... Ja, ik snap ook wel de insteek van zo'n mensen te zeggen. Want uiteindelijk, hoe meer dat je meemaakt, en dan is dat een oude leeftijd gebonden. Maar je kunt ook veel meemaken op jonge leeftijd. Maar dan staat er ook iets anders in het leven. Ik merk Tuurlijk. Ook wel de Mathieu van 5 jaar geleden ook niet meer dezelfde als waar ik nu ben. Dat is ook... Uiteraard. Dat is normaal. Dus ik snap ook wel ergens dat... Wat niet wil zeggen dat er geen platform voor mag zijn. Hè, maar ik snap ook wel de insteek dat mensen zo'n dingen zeggen. En afhankelijk over waar het gaat, allee, ja, kun je... Ik snap niet dat mensen zo'n dingen zeggen, want uiteraard komt de wijsheid met de jaren. En dat is ook heel kostbaar. Maar dat betekent niet dat je zomaar iemand kunt wegzetten als je bent te jong, je kent niks van het leven. Ik heb dat ook heel persoonlijk zelf meegemaakt. Ik ben zo geërgerd aan... Nee, ik ga het niet zeggen. Ik ga niet de white cis mail aankaarten. Sorry, maar vaak is dat zo. En oudere mannen die dan zoiets hebben van, en ik weet alles over alles.
En jij weet niks, want jij bent een jonge vrouw en je bent nog maar 25 en je kent niks van de wereld. Ik heb dat persoonlijk zo vaak meegemaakt, of dat mensen mij heel serieus nemen en dan vragen ze naar mijn leeftijd. En blijkbaar zeker ouder of zo, weet ik veel. Mensen schrikken altijd als ze mijn echte leeftijd kennen. En dan is dat zo ineens, dan verandert die toon. Dan denk ik, maar wow, ik ben nu veranderd tegenover 5 minuten geleden. Hè. Dus tuurlijk komt wijsheid met de jaren. Maar ik vind niet dat je daarom jonge mensen moet aan de kant zetten, omdat die zo zich niks weten. Kom aan, er zijn 20-jarigen die veel matuurder zijn dan 40-jarigen. Absoluut. I call bull. True that. Je ziet het, ik ben me aan het opwinden. Nee, maar je hebt geluid. De frustratie mocht, is there. Je mag het brengen, hè, daarom dat je dus, zit. Dus voilà, that's why. True, maar uiteindelijk... The podcast came. Dat je niet na 20 of 40 bent, je weet alle twee evenveel over het leven, hè, uiteindelijk. In zekere zin, dat toch? Dat denk ik niet. Ik vind dat in zekere zin, in zin van, ik ga dat terug nuanceren, maar dan... Oh, het is een genuanceerd gesprek. Maar dan, snap je, over het had leven... Had je anders verwacht misschien? Oh nee, eigenlijk niet. Maar dan, snap je, over de bigger picture, snap je, uiteindelijk... Wat we allemaal beleven is fucking vreemd dat je er lang over nadenkt. Ik vind dat gewoon, en dan denk je van, ja... Snap je... Jij weet evenveel als mij dood, niet omdat jij, en ik ga nu u benoemen, maar of je een journalist bent of iemand anders, of je weet allemaal evenveel over het leven of zo. Dus snap dat zo? Ik vind altijd zo van, ja, doe gewoon even rustig en je weet andere gewoon dingen. Aan elkaar. Ja. Je weet andere dingen. Je staat gewoon anders in het leven, je hebt een ander referentiekader en je hebt gewoon andere invalshoeken, maar uiteindelijk, dat is zo het typische verhaal van wat is waar, wat is fout. Allee, ja, ja. Uiteindelijk is... Bestaat dat in mijn ogen niet? Het is gewoon anders, snap je? Ik bedoel, als ik X vind en jij vindt Y van onderwerp, hebben we alle twee gelijk. Snap je wat ik wil zeggen, of niet? Niet altijd. Zie? Nee, nee. Ik snap wat je bedoelt, in zekere zin. Het is niet altijd, ja, het is niet altijd waar, hè. Soms hebben mensen gewoon foute feiten voor zich. Ik bedoel, feit is een feit. En zwaar. Als jij niet akkoord bent met dat feit, ja... True that. Ja, we kunnen overnuanceren, maar inderdaad, ik snap wat je wilt zeggen. In ieder geval, klimaatontkenners, sorry, er zijn feiten en er zijn... Allee, ja, ik bedoel, op dat vlak ben ik daar niet mee akkoord. Maar wel dat iedereen andere interesses heeft en daardoor niet minder slim is of zo. Ik heb ook ooit zo zelf een argument gehad met mijn vriendinnen. Dat ging over de verkiezingen. En ik haalde iemand aan die in mijn hoofd vrij duidelijk was wie dat was, als je een beetje bezig bent met... Enfin, niet eens als je bezig bent met politiek. En iemand kende die niet en ik reageerde vrij gechoqueerd van, huh? Hoe kan dat? En dat hij echt zo boos werd van, ja, maar ja, jij werkt wel op een nieuwsdienst, hè? Iedereen is daarmee bezig. En dan dacht ik wel van, in het begin dacht ik van, dat komt niet omdat ik op de nieuwsdienst werk, dat is basic knowledge. Maar achteraf dacht ik van, ja, dat is waar, ik zit in zo'n andere wereld. Ik mag daar niet van uitgaan. Die is met andere dingen bezig. Die is met chemie bezig, waar ik geen holletje van versta. Die is daardoor niet... Dat is daardoor niet gênant dat hij dat niet weet of zo. Dat is gewoon, die heeft andere kennis en andere interesses. En dat vind ik ook wel een zotte... Dat vind ik ook wel dat soms wat meer geapprecieerd mag worden. Dat zo, ja... Slimheid. Enfin, intelligentie. Dat dat veel vorm aanneemt. Zeker, ook subjectief. Ook subjectief. Maar kijk... emotionele intelligentie is bijna veel belangrijker dan... IQ, maar... Dat is ook, want je kunt eigenlijk zo goed als alles raadplegen op vlak van feiten. Maar EQ is iets dat je moet aanleren en iets dat je kunt opzoeken en dan eigen proberen ja, eigen te maken. Ja, is belangrijker voor survival ook, hè. Zeker, communicatie is key. Als je dat onder de knie hebt, dan kun je veel mensen helpen, maar ook bedriegen. Een beetje inlevingsvermogen en... Dat is dan ook die podcast begonnen binnen. Ja. Eigenlijk vrij gelijkaardige redenen. Ja. Maar vind ik het ook wel straf eigenlijk, Aurélie, dat jij aan zo, want je reageert dan naar je eigen zeggen vrij passioneel, dat ik het noem. Ik zou het een positieve connotatie geven, maar dan dat je dan wel zoiets doet en dan wel kunt bedwingen, zeg maar. Dat je dan toch wel... Eigenlijk is dat een mooie leerschool geweest ook voor jou. Als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen, want ik ben... Precies, iemand zegt van, oh, mooie leerschool, maar... Jij hebt veel geleerd, ken ik, ja, hè. Ja, ja. Zie, pas op, hè. Nee, tuurlijk. Ik moet me heel erg bedwingen ook, soms. Ja. Echt wel. Als ik het met iemand echt niet eens ben. En het is niet dat ik dat niet mag tonen, maar dat is ook zo dwingen van... Ik wil mezelf dwingen om mij ook te kunnen inleven in zijn verhaal. En dat is wel een gigantische leerschool. En dat is voor mij persoonlijk ook een grote stap richting in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik vind het superbelangrijk dat je moet kunnen
inleven in andere mensen, dat dat veel te weinig gedaan wordt. En dat is ook waarom dat ik in het begin zoveel ruzie maakte met mensen en zo. Nee, zo mocht je niet denken. Of... Ik zei letterlijk tegen mensen, zo mocht je niet denken. In speciale situaties, ik zie dat niet zomaar tegen iedereen. Ik ben vrij braaf en lief in het algemeen. Maar... Ik zei dat tegen mijn ouders bijvoorbeeld. Die zijn van een andere generatie en ik kom dan af met nieuwe ideeën en feminisme en klimaat en vegetarisme. En dan zijn die soms, zien die het totaal niet aankomen. En dan ben ik daar, waarschijnlijk ook omdat mijn ouders zijn, maar weinig geduldig in om zo hen die mentale overgang te laten maken. Dat ik zo van de ene dag op de andere en nu moet je zo denken en nu moet je zo denken en hoe dat jij denkt, dat is passé, zo, snap je? Maar ik heb er nu wel iets meer geduld in leren krijgen. Kijk, dan is mijn podcast eigenlijk een ideaal platform voor jou. Hè? Want ik interview eigenlijk heel uiteenlopende mensen. Hè? Dan kun je echt keiveel elke keer inleven in die persoon eigenlijk. Dat is waar. Ja. Maar ja, ik kan nog even met mijn concept verder doen. Je hebt ook zo druk, jouw leven. Maar dat van... uw concept, dat is ook iets dat ik heel interessant vind. Ik heb ook voor mijn podcast één persoon... Ik heb zo'n bonusaflevering gemaakt met één persoon. En dat vind ik eigenlijk het zaligst om te doen, zo echt die diepe gesprekken hebben. En ik vind dat zo belangrijk om echt connectie te hebben met mensen en dieper te gaan dan en hoe is het op je werk en tof, en wat gaat je doen deze vakantie? Allee, ik ben slechter en slechter aan het worden in small talk. Jij ook waarschijnlijk? Dat is zo, ja. Dat is eigenlijk heel raar dat je dat aanhoudt, want het is zelfs zo ver gekomen dat ik zo... Soms op feestje was ik echt zo'n hele vlotte sociale babbelaar. En ik mis die persoon ook een beetje, omdat ik nu zo ergens kom dat ik denk van, hier valt een stilte. En dan word ik al eigenlijk... dan voel ik me daar eigenlijk slecht over, dat die stilte valt. Want dan dacht ik van, vroeger was ik dat gewoon... Ja. Dan babbel ik dat vol en ik kan dat ook nog wel. Ja. En dan denk ik van, dat staat zo nu hier. En dan denk ik van, ben ik nu sta? Is die persoon over mij sta? Of heb ik gewoon niks tegen een interessant? Ja. Gaat dat in mijn hoofd rond, dan denk ik van, wij zijn tegen elkaar te vertellen, dan staat er zo. Ja. Je kunt je dingen blijven aanhalen, maar dan is gewoon babbelen voor te babbelen dan. Dus, Dat is waar, ik heb dat ook echt op feestjes. Of dan begint je zo direct één persoon vast te klampen en daar een uur mee te babbelen. Van, wow. Ja, dat is zo. En niet meer zo, die sociale vlinder. Dat is zo, overeenkomst. Ja, toch? Ja. In plaats van iedereen gedachten zeggen. Dat ook wel, hè, maar ik merk dat dat veel meer energie vraagt. Dat is zo'n... Ja. Maar wat je zei over je podcast, dat je zei van ik hoop dat het beluisterd wordt. En dan denk ik van, het wordt precies wel beluisterd. Want je hebt onlangs ook geselecteerd geweest door de Belfius persprijzen. Ja, de 59e editie. Ja, jong. Eerste na corona. Wat doet dat met een mens? Allee, huh? In het begin heel weinig. Want ik had totaal niet door wat voor een big deal dat was. Dus... Mijn hoofdredactrice had dat dan aangehaald van je moet je inschrijven voor de Belfius persprijzen. Ik wist niet eens dat je zelf moest inschrijven, dus ik dacht van oké. En toen die inzendingen waren, had ik nog maar 3 afleveringen, dus ik dacht, ik stuur ze alle 3 in. Je kon 3 dingen inleveren. En ik was dat totaal vergeten. Ik dacht, dat wordt toch volgend jaar ergens beslist. En dan kreeg ik zo ineens een mail... van Belfius. En ik dacht, dat is zo'n standaard mail naar iedereen of zo. En dan stond er, gefeliciteerd, u bent bij de genomineerde. Dus ik zo naar mijn bazin zo sturen. Tof, hè? En die belde mij dan direct terug van, wow, dat is wel een big deal, hè? En op uw leeftijd. En daar zit wel, dat is wel de goal van heel veel journalisten. En dan dacht ik, dit is goed. Top. En dat is dan weer ook die inner critic die dan zo denkt, maar dat kan toch niet dat zo goed is of zo. Allee. Dus wat doet dat met de mens? Ik ben er wel heel trots op, en kijk er naar uit om naar de ceremonie te gaan. Wanneer is die? Volgende week woensdag. Oké. Then we'll know. Volgende week woensdag. Ja, blijkbaar is het een goed buffet. Free food. Ik kijk er naar uit. Gratis eten, gratis drinken, dan is de mens erbij. Hè. Ja. Wat heb je eigenlijk al geleerd so far van je podcast? Wat zijn zo dingen dat je echt nu zo in retro perspectief kunt kijken en dat je ziet van Mathieu, die dingen heb ik echt... Zie, daarvoor moet je voorgesprek houden, hè. Dat is op een spot. Wat heb ik geleerd tijdens de podcast? Veel. Vooral met mensen communiceren. Mensen leren appreciëren. Die totaal anders in het leven staan dan ik. Dat vooral, denk ik.
omdat je op zoek gaat naar een bepaalde mening en je weet dat dat niet strookt. Oeh, shit. Excuses. Breng het maar af. Hele materiaal. Je moet de volgende keer terugkomen dat niet wordt opgenomen. Hè? Oh, nee. Sorry. het lichtje brandt nog, dus het is nog een keer, denk ik. Pink het of brandt het gewoon? Het is gewoon branden, hè? Ja, branden. Groen? Ja, oké, okay, is goed. Okay. Ja. Top. Ja, als pink is niet goed. Het pink. Ik kan er niet op gaan zitten. Nee. Oei, oei. Precies gescript. Wat heb je geleerd? Wat een beladen vraag is me dat? Ja. We moeten even over nadenken, jong. Maar alleen maar... Ik ga geen vluchtig antwoord geven. Hè. Ik zit hier te zeggen dat ik een diepe connectie wil. Oh ja, maar ja, daarom... Ik ga er niet uit zeveren, hè. Nee, ik denk oprecht... dat ook mensen met een andere mening... misschien heel hard op je kunnen lijken of zo. Snap je? Wat je niet zou kunnen verwachten of zo. En dan komt die persoon aan en dan... Ik bel die mensen ook altijd even op. Op voorhand, om mij voor te stellen, om ze wat op hun gemak te stellen. En dan denk je van, wow, die klinkt kei tof. Of die is kei tof. En ja, zo ook echt al... Mensen gaat die mij echt opvielen, omdat die totaal anders in het leven staan. Maar ik denk, toffe mens. Beetje zoals dat jij ook hebt met waarschijnlijk alle uiteenlopende politici die jij uitnodigt. Dat je denkt van, amai, die hebben zo'n andere visies, maar... Die mens daarachter is zo interessant en zo dat is, ik ben er inderdaad ook gewoon door alle podcasts is gewoon dat eigenlijk iedereen die op elkaar trekt eigenlijk gewoon. Dat je gewoon uit een ander... Ja, je groeit anders op, dus je hebt gewoon een andere referentiekader. Je gaat elke keer terug naar iets anders en je kunt je gedrag ook aanpassen. Net zoals jij ook vroeger dan minder werd geneigd om in discussie te gaan of alleszins toch onderbouwd of weet ik veel wat. Mm. En dat jij nu... Een evolutie hebt meegemaakt dat je veel meer ander kader gewoon hebt, dat je kunt zeggen van oké, ja, nee. Mm. Je hebt gelijk of je hebt geen gelijk of vind dat je geen gelijk hebt, maar ik zie je nog altijd even graag of zo. Snap je dat een beetje dat in die insteek? En ik vind het ook gewoon heel cool, want dat je het gesprek ook met Heidi hebt gezien. Heidi is iemand van haar dat ik ook heb. Die zei zo van ja, Mathieu, dat die zo met haar, ik ga het nu vijand noemen om het heel drastisch te noemen, maar mensen die een andere mening delen, dat die echt zei van ja, op Twitterbrood, dat iemand dit stuurde van haar, dat die zei van ja, kijk, gaan we samen niet drinken volgende week? Veel zei dan echt van ja, nee, dan hoeft dat niet meer, of direct genuanceerd van oh nee, ik bedoel dat niet zo, of dus direct van oei, hè? Terwijl zij in dialoog wou gaan. Maar is er ook wel één iemand echt geweest, ook echt in, en hebben ze erover gebabbeld, en denk ik van ja, hoe heerlijk is dit, Heidi, dat jij zo in het leven staat, denk ik van fantastisch, wat een sterke vrouw, zeg jij. Ja. Ook gewoon, dat is nu wel even off-topic, maar wat die meemaakt, als nee, child focus. Ja, die ziet die, elke dag. Die ziet afschuwelijke dingen ook. Hè. Mm. En ik denk van, ja, prachtig. Maar wow. Ja, ik zou het niet kunnen. Nee. Nee, ik ook niet. Ik denk dat ik mij iets te emotioneel voor ben, denk ik. Maar we weten niet. In ieder geval, komt er een tweede seizoen, of niet? Ja, tuurlijk. Ja? Ja hoor. In september begin ik er weer aan. Terug met een opstelling of one-on-one? Dan, nu. Het concept blijft staan. Ook omdat dat gepresseerd wordt als opinieformat. Dus het concept blijft momenteel wel bestaan. Ik moet dat nog allemaal bespreken volgende week. In de zomer. Maar normaal gezien komen we in september gewoon terug. Op deze manier. Keigoed. Ja. Zijn er nog projecten waar je mee bezig bent dat we mogen weten? Binnen de VRT? Nee. Dit is mijn baby momenteel. We mogen het niet weten of er zijn geen andere projecten? Nee. Er zijn momenteel... Allee. Momenteel toch geen andere projecten. Dit is ook mijn fulltime job, dus dat is momenteel wel even goed voor mijn twee handjes, maar ja. Ik zal het niet verstoppen. En buiten de VRT? Goh. Altijd zeker. Poeh, feel you. Ja, nee. Dat is goed, dat is creatief in de avondpoot gewoon. Hè. Ja, gewoon echt wel dat. Ja. Echt wel dat. Waarschijnlijk ook andere formats dat je denkt van oh, dat is wel leuk en dat is wel leuk. Ja, dat is dan ook wel moeilijk om je zo echt te focussen op iets. Ja. Allee, ik ben dan ook zo fotograaf in bijberoep en ik doe voice-over in bijberoep en al die dingen ernaast. Dus één project, niet echt, maar ik ben zo wel met van alles bezig. En ik doe het allemaal even graag. En ik moet er wel tijd voor maken natuurlijk. Ja. Dat was iets waar ik jaloers op ben, is je stem. Je hebt een heel mooie stem, vind ik. En je praat ook zo... Dank u. Ja, vandaar dat ik ook echt zelf dat ga volgen, want ik heb zo soms het gevoel dat ik zo heel snel praat of zo woorden inslik. Dus ik probeer ook heel hard op te letten. Vind jij niet dat ik snel praat? Dat is altijd mijn feedback. Iedereen zegt dat ik te snel praat. Nee.
Okay. Dat is misschien dat ik ook zelf snel praat, maar ik vind dat niet van nu alles zien. Misschien, we hebben dezelfde standaarden. Tja, het is een beetje... Ik weet niet hoe ik die vraag ga stellen. Ik ben kei geïnteresseerd in welke vraag dat je mij niet stelt. Welke vraag vind jij niet goed? Die andere dan maar straks. Ja, nee, ik wou nu eigenlijk vragen om... Je vindt dat moeilijk om over jezelf te praten. Alleen, want ik heb dat rest een beetje aangehaald. Ik wil een beetje parafraseren. Dat ik zei van ja, ik heb dat gevoel ook al eigenlijk een beetje beu. Dat je zo niet afstandelijk, maar zo toch ja, een afstand houdt. En dat jij ook overaf gaat. Dan het gesprek ook al eigenlijk gaf van ja, oei, Mathieu, wat voor die babbel en zo. En dan eigenlijk heb ik dat al aangehaald. Dat komt een beetje op je perfectionisme terug en op die controle dat je wilt behouden. Dus vandaar dat ik gewoon een beetje. Ja, en herhaling is eigenlijk niet echt gezegd moeten worden, vind ik. Een beetje mysterie is goed, hè, Mathieu? 100%. Dat is echt... dat is echt zo. En dat heb ik echt... Wat jij nu vertelt, heb ik ook echt ontdekt in iets heel stom, eigenlijk. Ik heb gewerkt als... ben een meubelmaker op maat. De Max. En die, ja... Zelfs met je handen, of niet? Ja, ook. En daar heb ik het hele proces eigenlijk mee kunnen volgen van grondstof tot eindproduct. Mm-hmm. En dan neem je heel veel charme weg van het product, vond ik. Vandaar dat ik je 100% gelijk geef, omdat je dan kunt die vergelijking doortrekken en anders zetten in je leven. Hè. Maar ik vond dat zo treffend dat je denkt van ja, goh, een tafel is maar een tafel eigenlijk. Terwijl ik vroeger zei dat van ja, een tafel oh, kost 1000 euro, wauw, dat is graven. Oh man, vernis op en ja, doen. En nu denk ik van ja, nee, dat is gewoon simpel, twee poten er tegen, kop dat aan, zit dat erin en hey, doe misschien een actie over en dat zit. Vandaar en dat mysterie is soms echt wel goed ook bij mensen, maar ook over het leven of over, omdat je dat soms ook wilt vatten. Allee, ik heb toch alles zien en denk ik van ja, nee, les om B, want dat is ook gewoon net de schoonheid van bepaalde dingen dat je niet weet hoe dat het zit. Ja, echt. En ik denk dat dat ook keihard, kerk in dat keihard met muziek, dat ik heel erg kan genieten van andere mensen hun liedjes. En ik heb ook mensen die mij oprecht zeggen van, wow, dat lied is kei mooi. Maar aangezien dat ik daar al dagen, weken, maanden mee bezig ben en ik heb dat from verse one gehoord tot einde, kan ik daar niet meer van genieten. En tegen dat een liedje eigenlijk af is, ben ik dat zo beu gehoord en vind ik dat niet meer goed. Snap ik. En dat is iets wat ik kei vaak hoor. Dan zegt iets... Eigen aan ja, makers, dat moet je loslaten, maar ik kan dat niet. Ik ben daar nog niet... Ja, maar ik heb ook zelfs zo, als ik zo bij producties, dus op tv en zo, dingen zie, dat ik dan, omdat ik ook zo wat producties heb meegemaakt, dat je dan zo, best zeggen, zo in een vogelperspectief gaat, dat je echt zo zegt van ja, nou die seks zijn, daar staan nu al drie mannen te zien, en ja, oh ja maar die, dat huis is gewoon, nou, gewoon puur een set, en dan... Dan in zoveel charme weg van het programma of het tv of de serie of film waar je aan het kijken. Dan denk je van, dan beginnen zo dingen zo, ja, maar dat is maar dat, ja, maar dat is... En dan denk je van, ja, soms moet je dat een beetje zo loslaten, dat heb ik wel, een beetje, maar... Exact. Het is de eerste podcast waar ik zoveel over mezelf ook vertel, eigenlijk. Dat is goed. Ja. Beetje tijd, hè, na één of twee aflevering. Geld uitgeven? Oef, heel veel dingen. Heel veel dingen. Vooral aan eten. Dat is echt iets waarvan ik denk, als ik moet letten op welke merken ik koop in een supermarkt, dan is het slecht gesteld. Dat is echt iets waar ik zou alles in mijn leven, voor alles in mijn leven zou ik moeite doen om geld te sparen, maar niet in de supermarkt. Dus dat, eten en uiteten. En tijdens corona ook heel veel afhalen. En anders... Ik leef echt boven mijn stand op dat vlak. Ik probeer echt al mijn kleren, alles wat ik koop van meubelen en zo, probeer ik altijd ethisch te doen. Want dat kost echt armen en benen. Bent je iemand die bezig is met duurzaamheid? Of met... Yes, of course. Is dat soms vermoeiend? Vermoeiend? Nee, dat is een levensstijl. Een cliché. Ja. Nee, in het begin is dat vermoeiend, want je moet weten waar je mee bezig bent. Ja. En dat is zo bij alles. Dat was ook zo toen ik vegetariër ben geworden. In het begin is dat zeer overwhelming, omdat je de eerste reactie is, wat moet ik nu gaan koken? Ik kan niks koken zonder vlees. Want dan begin je zo je recepten te koken en dan haal je dat vlees weg, maar dan heeft dat niet dezelfde smaak en dan is dat niet lekker en dan is dat niet leuk. Dus ik heb dat ook echt moeten leren en ik merk ook dat dat de eerste reactie is in mijn omgeving.
als ik kom eten, zo... Oh nee, maar ik kan niet veggie koken. Mijn mama, bless her, die zegt dat altijd. En dan denk ik, maar dat is geen keuken of zo. Dat is... Maak gewoon een recept waar dat geen vlees voor nodig is, to start with. En dan is dat niet moeilijk. Maar je moet al die dingen wel leren kennen. En je moet eerst gaan opzoeken in receptenboeken. Dus dat vergt wel energie. En voor kleren ook. En meubels. Je moet gaan opzoeken welke merken zijn echt duurzaam en welke niet. Maar eens dat je je winkels hebt, je weet welke merken dat je moet gaan zoeken en zo, dan is dat... Dan blijft dat gewoon duur. Maar hé, terecht. T-shirts voor 3 euro zouden... niet mogen. Maar ja. Heb jij een quote waar je bij zweert? Oh, mannetjes. Dat is weer zo'n moeilijke vraag. Geef mij eens inspiratie, wat is uw quote? Ik wil zo geen cringe quote naar buiten brengen. Enfin, nee, geef mij eens inspiratie. Ik ga niet uw quote pakken, maar zo... Goh, inspiratie. Wat is uw standaard? Dat was met muziek te maken, van ja, van Henry weet ik veel wie, allee, ja, iets komt erop neer, ik kan ook parafraseren dat het normaal is dat liedjes worden gemeten of zo by beats per minute, omdat dat zo met je hart dan resoneert, snap je? Ja. Zoiets in die trend, dat was wel cool. Dat is inderdaad wel cool. Ik durf dat niet geven, omdat dat verandert om de paar maanden bij mij. Ik heb altijd zo... Ik heb het gevoel dat ik zoveel evolueer in mijn hoofd naar andere kanten, dat ik mij nu wil vastpinnen op één quote. Is dat soms moeilijk voor andere mensen, dat jij zo bent? Moeilijk voor andere mensen? Waarschijnlijk wel, hè, Mathieu. Ja. Waarschijnlijk wel. Ik dring mezelf wel niet op aan andere mensen, dus ik denk niet dat mensen daar heel veel... last van hebben op dat vlak, of dat ik vermoeiend ben, dat is nog iets anders. Maar ik ben eigenlijk op dat vlak heel veel met mezelf bezig, zo mijn veranderingen binnenin. En in mijn gevoel is dat dan wel altijd verbetering, dus ik denk niet dat ik dat negatief uitstraal naar mijn vrienden of omgeving of zo. Maar dat is wel droevig in de zin dat ik steeds meer verander. Tegenover mijn omgeving, waardoor dat ik mij steeds meer lostrek van sommige mensen. En dat is wel confronterend. Ik ken Mars niet gemakkelijk. Ja, als je zo echt merkt van oei, we hebben echt niks meer gemeen. Of oei, we staan zo anders in het leven. En zo mensen, dat is wel tof om te hebben en om contact mee te houden. Maar niet om echt in je inner circle te hebben. Daarvoor heb ik echt wel mensen nodig die de wereld op dezelfde manier bekijken. Ja. Maar als je die mensen ook nog graag ziet, dat maakt het ook moeilijker. En dan... Ja, tuurlijk. De eerste keer dat ik echt zo dat moment had van... Wow. Dat waren vroeger mijn beste vrienden. En we zijn zo anders. Dat pikt wel. Maar uiteindelijk, ja... Allez, dat zal een 60-jarige nu wel kunnen vertellen. Vrienden veranderen doorheen heel je leven. En dat is super normaal. Maar zo... Het moment dat je nog zo 15 super close vrienden hebt... Enfin, wat dat in mijn geval was in het middelbaar, dat is wel niet echt meer mogelijk. Je moet ook niet, als je werkt, je kunt geen 15 vriendschappen kei deftig onderhouden. Let's be real. Vind jij dat niet kei jammer? Waar ik me altijd druk over maak, is ik ontmoet zoveel prachtige mensen. En denk ik van, dat is zo jammer dat ik met u geen relatie kan opbouwen in de zin van vriendschappelijk of weet ik veel wat. Dan denk ik van, oh, je komt zoveel leuke mensen tegen. En denk ik van, ja, maar ja, je hebt maar 24 uur in een dag. En dan denk ik van, oh, dat is zo jammer. Ik denk dat je dat voelt bij de personen bij wie dat echt de moeite is. Want tuurlijk ontmoet je keiveel leuke mensen. En dat is de max, om zo als kennissen te hebben. Maar ik voel wel zoiets van, wow, dit is een persoon... Dat heeft zo, ik wil niet zeggen dat heeft niet magisch of zo, maar dat is echt zoiets energetisch. Dat ik wel voel van, wow, deze klikt zo goed. En ik heb dat ooit eens gehad bij iemand waar ik 2 uur mee heb gesproken, hè. Waarvan ik dacht, deze moet ik onderhouden. Dat is zo echt zo'n gut feeling, want deze is een persoon waar ik echt de mat mee moet onderhouden. Heb je daar nog contact mee? Ja. Godzijdank. Ja, ja, ja. Ja, ik bedoel, je moet die mensen niet elke dag zien, hè. Maar absoluut niet. De mensen die, met wie dat je dat hebt. Ik moet wel toegeven, ik ben daar wel niet bij iedereen op ingegaan, want ik heb dat al... 3-4 keer of zo gehad, maar ik ben daar niet altijd in geïnvesteerd, want dat is echt een investering, hè. Dat is bijna zoals een liefdesrelatie, hè. Dat is, vrienden, dat is zo. Een zot intense relatie die je ook moet onderhouden.
Wat is de grootste misvatting dat mensen van u hebben? Oh. Je kan een lijst. Wat zeg je? Je hebt precies een lijst. Je reactie van... De grootste misconceptie. Oh, ik vind dat moeilijk. Ik hoor vaak achteraf van kennissen of vrienden dat die op het eerste zicht denken dat ik echt gemeen ben. Dat ik echt een bitch ben. En dat heeft me altijd diep geraakt. Ik dacht, jongens, dat is gewoon omdat ik een scherpe neus heb. Dat is gewoon, dat heeft niks met mijn karakter te maken. Ik ben echt poeslief. Nee, ja, dat ik gemeen ben. Op het eerste zicht, hè. En ik babbel ook gigantisch veel. Dus mensen denken direct dat ik een zotte extravert ben. Maar ik merk ook steeds meer doorheen de jaren dat ik eigenlijk veel introverter ben dan ik dacht. Dat ik echt al die nood heb om zo echt terug in mijn schelp te kruipen en zo alles te processen. Dat is een echte artiest eigenlijk, hè? Dat is wel iets, ja, kenmerkend. Artiesten hebben dat ook echt. Ja. Dat die op podium staan, maar dan daarna echt... Ja. Maar ook speciaal in de geschiedenis. Boeiend ook wel, ja. Ja, dat is ook... mensen linken dat soms ook wel aan zo, als je te veel zelfvertrouwen uitstraalt, dat dat zo cocky overkomt, of gemeen, of zo. Dat is zo, die vraag, de antwoord heb ik al veel gekregen. Want het is een dunne lijn ook, zelfvertrouwen en arrogantie. En mensen met zelfvertrouwen worden vaak verkeerd geïnterpreteerd ook. Die hebben gewoon heel sterk geloof in hunzelf, wat niet verkeerd is, hè, maar vaak kunnen andere mensen daar niet goed mee omgaan. Mm. En dan krijg je soms wel een discrepantie, of zo wat. Ja, of dat is survival mode. Ik kan dat ook vrij snel nu doorprikken als iemand extreem zelfzeker overkomt. Dat is niet bij iedereen zo, maar vaak is dat om te compenseren omdat het van binnen niet even... Absoluut. Dat was bij mij ook het geval. Even erover. Goed verloopt. Voilà. En in dat opzicht snap ik dat ook wel. Vroeger was ik... veel meer een flapuit, was ik veel arroganter, was ik echt een grote mond. Ik ben wel veel rustiger geworden in de jaren. Dat is misschien wijsheid, hè? Een paar jaartjes erbij. Dat is die IQ. dat is die leeftijd. Maar dat wel. Ook omdat ik mij beter voel, mentaal. En ja, bon, je zegt geen neurotische tiener meer. Ja, dat kalmeert. Dat kalmeert. Ik heb echt al van veel mensen die gehoord van... Vind je dat goed? Het is wel kalmer geworden. Dan denk ik van, oei, bijvoorbeeld, wat had jij van mij? Ik heb exact dezelfde reactie gehad ook, waar je doorheen de... Je bent aangenamer geworden. Ja? Oké. Thanks om daar ooit iets van gezegd te hebben. Maar is ook omdat jij misschien voelde, was mij het geval, dat ik soms een rol moest vervullen. Dat ik zo een tafelspringer was en dat je dan... Ja. Dat had van, oh ja, ik moet dat zijn, want ik word gevalideerd door mijn andere mensen in mijn omgeving. Terwijl ik dat nu niet meer heb, dan denk ik van, ja... Toen werkte dat, dus... Ja, en ik nu zo... Je hebt dat met verschillende profielen. Hè? Mensen die toen zo de grappige of de klungelige waren, die dat zo precies meedragen van maar ik wil eigenlijk niet meer zijn, maar mensen zien mij wel zo. Ik ken gewoon mensen die daarmee struggelen. Yep. But not anymore. The jungle, als je in het middelbaar zit. Waar krijg je kippenvel van en waarom? Amai. Waar krijg je kippenvel van? Oh. Goeie muziek, uiteraard. Het vaakst nog, als ik alleen ben zo in mijn appartement en dat ik goede muziek opzet die echt zo in sync is met wat ik voel. Zo gegarandeerd kippenvel. Maar ik krijg wel niet heel vaak kippenvel, dus dan moet wel heel goede muziek zijn. Of zo echt de zee. Ik heb echt iets met de zee, dat kalmeert mij. Dat geeft mij zo echt het idee dat ik zo klein ben en dat al mijn problemen nog kleiner zijn. Als je zoiets gigantisch... voor u uitgestrekt ziet. Daar kan ik ook gigantisch van genieten. Zo in de winter of zo, als er niemand rondloopt. Echt, Max. Waar krijg ik nog kippenvel van? Ik heb zo vaak... Ik heb zo leren pinpointen... wanneer ik echt gelukkig ben. Ik kan dat echt zo beseffen op dat moment. En zo echt zo een... precies een mentale foto nemen van... wow, ik ben zo gelukkig. En dan... Ja. Mij zalig. Komt daar wel wat kippenvel bij kijken? Ja. Kun je dat gevoel ook terug oproepen? Goh, als ik mij niet goed voel, bedoel je? Of, Ja, dat je dan zoiets van, oh, toen was ik gelukkig en dan kun je dat dan aan die redding, is dan ook dan dat gevoel gekoppeld, kun je dat dan ook zo terugvoelen of niet? Goh, ja, sowieso, maar
Dat is meer zo'n... ik kan me misschien niet het exacte moment herinneren, maar wel van... Ah, ik heb dat gevoel gehad onlangs. Hm. Dat is iets waar dat ik... Wat ik ook zo belangrijk vind, is beseffen wat dat je hebt in de kleine dingen. Waar ik actief aan werk van... Ik moet meer genieten van wat er echt... Van wat ik heb, in plaats van altijd te kijken naar... Ah, vroeger wou je een bekende zangeres worden, of topjournalist, of allee, altijd zo de top van de top in je hoofd. En dat is mooi, en dat zijn je dromen waar je naartoe mocht werken, maar de weg naar daar moet geen leidensweg zijn. Dat is bij veel mensen zo, dat is hustle, hustle, hustle. Maar dit zijn de mooiste jaren van je jeugd. Ik heb nog geen enkele verantwoordelijkheid, bij wijze van spreken. Dat je de waarde van het moment beseft, dat je zo niet hebt van ja... Als ik dat bereik, dan ga ik pas gelukkig zijn en zo. Dat En dat is ook echt een schril contrast met mijn omgeving, met veel mensen van mijn familie ook, die dat niet echt beseffen volgens mij. Dat ik zo echt denk van, wow, ik moet veel meer in de moment leven. Ik weet eigenlijk niet van waar dat komt, want niemand is zo rond mij of zo. Maar echt dat besef van, je hebt het wel echt goed. En wel zo'n beetje die vrees van, gaat er misgaan op een moment, snap je? Dat snap ik. Zo van, als het goed gaat, moet ik er extra van profiteren om dat bij te houden voor als er eens een tegenslag is. Want God knows, we zijn jong. Dat gaat nog gebeuren. True. Er gaan altijd wel dingen zijn, denk ik, waar je dankbaar voor kunt zijn. Hè? Toch? Waar dat je niet wat het voor waar dat je, er gaan altijd wel dingen zijn waar dat je dankbaar voor kunt zijn. Ja, sowieso. Sowieso. Ook al had ik minder momenten of zo, maar ja. Nee. Mocht je één superkracht hebben, wat zou die zijn en waarom? Oh god, dat zijn echt de vragen waar ik over moest nadenken toen ik 13 was en de joepie las. Superkracht. Heb je ook nog joepie gelezen? Ja, dat was... Welk jaar is het? Is het van 97? Ja. Ik ben nog net een Gen Z'er. Ik weet nog niet of ik dat omarm of niet, maar ik denk het wel. Ça va wel, je bent een mix van mijn generatie, denk ik. Zo... Ik ben een goede mix. Ja, goede mix. Nee, love Gen Z. Ik zal op de leg niet van 2000 of hoger zijn, want dat is voor mij heel moeilijk. Ja, mijn broer is van 2000 en in mijn hoofd zijn er zo geen mensen na 2000 geboren. Dat is echt. Nee, maar die mensen die in 2000 geboren zijn, zijn al 22 hè, vandaag. Ja. Ik vind dat ongelooflijk. Ja, dan zijn er hier zo stagiairs die van 2003 zijn en dan denk ik... Ah ja, dat is waar. Dat is niet gestopt. Wat was de vraag? Mijn... Superkracht. Ik denk gedachten kunnen lezen. Wat? Ja. Waarom lacht je? Nee. Waarom? Ja, ik weet soms niet wat dat een cadeau is of niet, eerlijk gezegd. Hè? Ik denk dat dat dingen zoveel duidelijker zou maken. Dus je kunt ook gewoon vragen wat je denkt. Ja, en hoeveel mensen ken jij die daar eerlijk op antwoorden? Ja. In de inner circle, zeg maar, toch wel. Zwaar, dat is wel een vergiftigd geschenk aan mijn toe. Ja, als je dan even op zat komt en je ziet iemand kijken naar je en je denkt van... Oei, nee, misschien toch niet over doen, dat zo. Ja, maar dan weet je direct dat je daar niet over straat mee naast moet lopen, hè. Er is een film van, hè. Ken je die niet? Mm. Je moet die zien. Dat is wel een iets oudere film, maar... Dat is... dat is eigenlijk een beetje een ander concept. Die... papa, denk Jim Carrey, die... loog altijd. Dat was een advocaat of zoiets in dat feuilleton dan, hè, of in die film, liever. Maar feuilleton, wat een oud woord ook precies. Ja. In die film. En ik ben al zo oud. En dan die zoon dat zo strontbeu, dat hij op een gegeven moment een wens deed. En dat hij altijd de waarheid moest zeggen. Maar ik denk dat ik twee films aan elkaar aan het halen ben. Altijd waarom zeggen, dus dan zei hij altijd tegen iedereen de waarheid. Ja, dat was keikut, omdat je iemand tegenkomt en die mevrouw die ziet er iets anders uit dan jij. En dan denk je van... Oh, ik vind dat, ja, dat is vrij brutaal. Maar ik denk dat het ook een andere film was waar ik echt gedachten kon lezen. Dat was echt een, dat je sommige mensen echt denken van ja, dat wilde echt niet weten. Nou, wat soms mensen denken, ook heel zieke gedachten. Hè? Zo van, ik kan een dier vermoorden of ik kan... Ik heb niet... Maar dan kun je handelen voordat hij iemand vermoordt. Dat is ook wel niet zo ethisch, mamo.
Ja, naartoe gaan die met zo'n chip erin en dan de politie dan zo op basis van je gedachten al zo preventief. Nou, kan ik met de FBI werken? Huh? Dikke monies. Dat wel. Goh, als ik iets... ik zou dan wel niet in de stad gaan wonen, dan zouden er te veel prikkels zijn. Dat is waar, daar hangen ook wel veel negatieve kanten aan, maar hé, hey, aan wat niet? Anders zou ik... ik zou willen vliegen, echt. Dat lijkt mij zo cool. Ja. Gewoon, hup, opstijgen, woest, weg. Of teleporteren, is dat niet cool? Dat je zegt van, ja, Canada. Nee, ik zou echt liever vliegen. Zo echt ja? dat gevoel dat je zo, ja... Je weegt niks, dat is zo... Weet je wat cool is soms? Dat ik zo'n vogel gewoon zo zie doen en die blijft gewoon stokstijf staan, maar het is thuis op basis van luchtstromen. Ja. Zit die gewoon zo... En dan denk ik van, hoe cool moet dat zijn? Die doet gewoon nul effort en die blijft gewoon... Die kan gewoon zo kijken en denk ik van, heerlijk. Maar bon. Dat zou zo cool zijn. Zo niet met flapperen en zo, hè. Gewoon opstijgen. Hè. Niet te veel hessel, maar gewoon zo. Hè. Ja, dat je de wereld zo even langs boven ziet. Fantastisch, hè? Lang leven vliegen, hè? Dat zegt wel veel over iemand. Wat zou jij willen doen? Nee. Geen idee. Nee? Nee. Nee? Nee, ik ga erover nadenken. Oké. Ja, zie. En ik moet dan aan de spot zeggen. Ja, maar ja. Oh, zeg. Oh, is zich ik ga hem hier laten liggen. Nee, maar stort ik ben wel een loemp. Dat is ook wel iets dat... Met een rare vogel. Hè? Ja, een loempje. Maar wel eentje dat kan vliegen. Eén moment dat je nooit niet zult vergeten in je... Wacht. Wow. Je komt ooit te overlijden. Wow. Je komt ooit te overlijden. Als er nu is één moment dat je zou mogen meenemen voor altijd in je graf, welk moment zou dat zijn en waarom? Nu? Als ik nu sterf? Ja. Oh, fuck man. Oh, dat is kei moeilijk, Mathieu. Je moet mensen voorbereiden op zo'n type vragen. Wacht. Eén moment. Mag ik niet gewoon easy zeggen dat mijn leven voorbij zou flashen? Eén moment. Wie ziet er nu één moment? Ik heb nog nooit iemand tegengekomen die terug... Ja, het is een moeilijke vraag, maar dat is ook een bewust of zo. Ja. Ik denk sowieso dit moment, deze podcast. Hoogtepunt. Dat is iets, ik weet niet of dat nog relevant zal zijn. Ja, ik weet niet of dat relevant zal zijn nog. Maar dat is zo het eerste. Het eerste wat in mij opkomt is. Dat ik afscheid heb kunnen nemen van mijn oma. Die is overleden. Dat is zo de eerste keer dat ik echt wist, het gaat niet goed met deze persoon en die gaat verdwijnen. En dat je dan zo een totaal andere beleving hebt van het moment. En dat ik echt zo op dat moment door had, dit is de laatste keer dat ik jou zie. En dat vind ik zo'n mooi moment, dat je dat kunt krijgen als mens. Dat is zo zeldzaam. Vaak verdwijnen de mensen zonder dat je dat ziet aankomen. En dat is niet bepaald een happy memory of zo. Maar dat was voor mij zoiets ontroerends dat ik besefte, dit is het laatste aardse moment dat ik met jou beleef. En dat is zo zeldzaam om dat te hebben. En ik ben zo dankbaar dat ik dat moment heb gehad. Dat nu wel het eerste is, toch in mijn recente geschiedenis, waar ik aan denk dat ik zou meenemen of zo. Ook omdat die vrouw, fantastische vrouw. Ik denk dat ik dat zou zeggen. Staat je er ook soms bij stil dat je mensen dat je tegenkomt of vrienden waar je mee afspreekt, dat ook soms het laatste moment is om bewust te zijn dat je... Veel te weinig. Veel te weinig. En ik denk ook dat ik dat mentaal niet zou aankunnen als ik daar constant bewust van was. Hm. Maar dat is ook zo, hè. Ja, ben een paar mensen verloren zonder dat op voorhand te weten. En die shock is zo traumatiserend dat je... Dat ik het op zich op voorhand zou willen weten. Ik denk dat ik wel zou willen weten wat iedereen zijn sterfdatum is om je leven in functie te organiseren. Wil je eigen sterfdatum willen weten? Ja, eigenlijk wel. Oef. Ik denk dat echt wel, omdat... ik nu al zoiets heb van,
Ik heb nu al zo die vrees van, ik moet echt alles uit een moment halen. En ik vind dat moeilijk als ik een afspraak heb met iemand en ik zie mensen en we hebben het niet over belangrijke dingen in het leven. Dat is een handicap, hè. Ik heb mensen echt zoiets van, oh, shut the fuck up. Maar ik vind dat zo belangrijk om echt kwalitatieve momenten te hebben met mensen, dat ik denk dat ik gewoon mijn eigen leven beter zou kunnen organiseren als ik weet, ik moet mijn tijd spreiden. Dit is mijn tijd die ik heb met die mensen. En make the most of it. Ja. Ik ben nu enkel aan het positieve aan het denken, hè. Dat zal waarschijnlijk ook heel veel vreselijke aspecten hebben, maar dat is wel iets wat ik... Ja. Misschien is dat niet de beste maatregel om te weten wanneer dat die gaan overlijden, maar wel iets om dat te vergemakkelijken. Dat je zoiets hebt. Ik vind ook, als je weet dat iemand gaat overlijden, dan verandert je band daar totaal mee. Dan verandert die connectie en dan wordt elk moment belangrijk. En je zou kunnen zeggen, je moet dat op iedereen sowieso toepassen op je leven, maar dat gaat niet. Dat is veel te intens. Maar dat zijn wel zo'n mooie momenten. Ja. Zwaar. Sorry, diepe... shit. Ja, je hebt een podcast. Snap jij mij nu? Wel, ik kan zeggen, ik snap u iets beter al. Momenteel, Aurélie. Voilà. Dus op deze mooie noot ga ik ook afsluiten. Kijk hoe. Ik ga zeggen, geniet van je vakantie. Dat zal ik zeker doen. En wie weet, tot snel. Ja, dikke versie om mij uit te nodigen. Ik ken jou niet heel veel beter dan dat, maar... Ik ben blij dat de eerste podcast is waar je jezelf ook een beetje hebt prijsgegeven. Yes, top. Merci. You do not know 'cause you're a woman.